Oh, leuk. Ik ben helemaal team labelen geworden. En het lijkt of ik heel veel pakketjes bestel. Oh, het is zo frustrerend. We zijn weer thuis en ik heb dingetjes om te laten zien. Het is woensdag en ik ben niet scherp. Hallo. Je outfit is zo leuk. Die moeten we even laten zien. De trui van de River Island die binnen is gekomen. En deze hoek is van de H&M. Met een ruitje. En ruitjes zijn hip. Oh ja, en je schoenen. Jas aan, daar gaan we. Oh. Hey, mijn broertje is vandaag jarig. Gefeliciteerd allemaal. Dankjewel. Ik was net tas aan het opruimen en toen zag ik dat ik eigenlijk mijn labels al had. Voor mijn pastapotten. Maar dat had ik eigenlijk helemaal niet door. Omdat die zeg maar in een randje van een tas waren gekomen. Dus ik ga ze nu op de potten doen. Dat vind ik helemaal leuk. Kijk. Dit is toch cute. Dan moet ik wel kijken dat ik ze allemaal een beetje op dezelfde hoogte heb. Want anders vind ik het niet echt heel mooi. Dat is bij de pasta wel iets makkelijker. Omdat die bij de spaghetti... Omdat hij natuurlijk erin staat. Maar bij die andere even een beetje ernaast zitten, denk ik. Ik vind het niet mooi als ze allemaal dan een andere hoogte hebben. Dan ziet het er nog niet helemaal zen uit. Zo. Oh, leuk. Ik ben helemaal team labelen geworden. Oh, kijk dan. Dit is toch helemaal leuk. Echt helemaal geweldig. En het is niet dat je niet ziet wat erin zit, maar ik vind de labels gewoon helemaal leuk. Ik heb nog een pakketje binnengekregen. En het lijkt of ik heel veel pakketjes bestel. Maar heel vaak dan bestel je dingen en dan komen ze allemaal los van elkaar binnen. Dus ik heb deze besteld. Ik ben heel benieuwd of ik hem in het echt ook leuk vind. Want met heel veel vind ik van die interieurdingen. Vind ik het vaak zo anders online dan als je het in het echt ziet. Maar ik wil er andere onderzetters voor hier op tafel. Want ik vind die grijze met het zwart en roze goud en zo niet mooi. Het was best lastig. Maar ik heb deze houder nu. Het licht is niet echt optimaal. Maar met kurk. Maar dit vind ik er denk ik wel leuk bij staan. Dus ik ga ze uit plastic halen. Alleen voor op de eettafel. Daar heb ik andere placemats besteld. Want die wordt ook zwart. Of ik doe een andere eettafel. Dat weet ik nog niet. Maar daar heb ik hele leuke placemats van besteld. Dat was trouwens ook in deze bestelling erbij. Maar die heb ik nog niet binnen. Maar daar weet ik niet of ik deze leuk bij vind. Dus dan zal ik wat anders moeten. En het voordeel vond ik ook. Ten eerste vond ik de houder wel heel leuk. Met dat metaal. Maar ook het zijn er 16. Dus we hadden al een setje van 6. Maar dan pakten we vaak van de andere tafel als je dan wat visite had. Nou is dat nu niet heel erg van de orde. Omdat... je niet heel veel visite hebt, maar hopelijk in de toekomst wel. Maar dan heb je ook gelijk een hele set. En deze schenen dus ook goed schoon te maken te zijn. Dat stond erbij. Dus ik vind deze wel erg leuk. Oh, het is zo frustrerend. Ik wil de deur uit, heel de tijd is droog en het stort niet normaal. Het gaat helemaal van God los, echt. Gewoon niet leuk dit. Ben je uit school? Zo, ik heb echt elke keer pech. Als ik buiten moet lopen, dan stort het. En dan zit ik in de auto en dan wordt het minder. Echt top. En op het schoolplein ook sta je overdekt. Dan stopt het. En dan moet je het plein af laten harder regenen. Nou, nu is het weer minimaal. Hoe puzzel je dit open? Maar ze zag dit en dit heeft ze echt helemaal zelf voor je uitgekozen. En al best wel een tijd geleden. Hè? Ja, in Rotterdam. Nee, in Amsterdam. Helemaal in Amsterdam? Ja, dus wij hebben al sinds, dit cadeau al sinds juli liggen. Zo, dat is een lange tijd. Ah, het is een zak? Nee. Is dit geen zak? Het is wel een zak, maar... Oh, een t-shirt. Nou, dan mag je ook mijn cadeautje geven. Zo, dankjewel. Die is van mij.
Dat is ook eigenlijk een beetje toepasselijk. Alles een beetje toepasselijk. Keer op keer. Het blijft nooit bij één stelletje. Nou, dat maakt het me wel lekker. Die lijkt een beetje op Kwiks. Ja, dat daar is het een variant van. Leuk. De nieuwste, zeg maar. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Wij gaan weer naar huis toe. Dat doe jij weer. En we hebben, zeggen er... Lego mee! Ja, de grote achtbaan, het reuzenrad en nog een of andere slingerding. Het heet het spinwiel. Oh, het spinwiel. Dus, en dan heeft ze... Nee, de roddelkraam staat nog ingepakt natuurlijk. Maar van de attracties, dat is natuurlijk een voetding. De attracties heb je dan wel helemaal compleet, hè? Nee. De attracties wel. Ja, de hotdog, dat is voet. De attractie waar je ingaat, niet waar je eten had van de morgen. Die heb je wel allemaal. Dat is wel cool. Nee, ik heb nog niet allemaal attracties. Welke dan nog? Ja, van die wij bij hadden. Nee, van ze allemaal, maar niet van het hele attractiepark zelf. Nee, je bedoelt als je... Uit... auto. Ja, maar je bedoelt als je naar een echt attractiepark gaat. Zo bedoel je. Nee, dat is de 2,50, dat is de 4,50. Ja. Maar zei, jij bedoelt als je naar een echt attractiepark gaat, zo bedoel je. Dat je dan niet alle attracties hebt. Ja. Ja, maar van Lego Friends, wat ze hebben van de attracties, die... Nee, we hebben meer attracties van Lego Friends. Je hebt ze thuis allemaal niet gezet. Er zijn nog meer attracties. Nee, niet van Lego Friends. We zijn weer thuis en ik heb dingetjes om te laten zien. Twee paar oorbellen. Wel grappig, deze heeft mijn moeder toevallig gekregen, maar het was niks voor haar. En ik vond ze wel grappig, dus dat zijn deze. Ik heb geen idee van welk merk of wat dan ook ze zijn, maar ze zijn zilver. Oh, hebben ze ook een beetje zo'n ouderwetse kleur. Kijk of die scherp wil stellen. Deze. Nee, mama, wil je even dat kleine dingetje hebben gevonden en dat hij gewoon in de krat lag? Oh, ga ik zo doen. Ja, ze heeft de Lego natuurlijk mee. Dus sommige dingen waren los. En deze zijn via de post binnengekomen. Zo begin ik eindelijk weer een beetje een collectie oorbellen te krijgen. Deze zijn van die Lusso. En dat zijn, ja, leuk hè, de onderzetters. Even kijken, dat zijn... Ik laat ze wel even in de verpakking. Ik denk dat ik ze dan beter kan laten zien. Deze oorbellen. Dus die vond ik ook wel heel leuk. Dus dan heb ik zomaar in plaats van 1, 2 paar oorbellen binnen. Dus ik heb een certificaat bij me, die doe ik altijd eronder. Ik bewaar oorbellen altijd in de originele doosjes. Dat vind ik beter. Dus dan heb ik zomaar 2 paar oorbellen erbij. Yay! Yay! Ik heb Sarah net op bed gelegd en ik ging thee zetten. En ik denk, ik wil er iets bij... Toen kwam ik deze nog tegen. Die was ergens achtergevallen. En je ziet het zo totaal niet. Zowel mijn favoriet chocola. Die is zo lekker. Dus ik ben helemaal happy met mijn reep chocola. Die ik eigenlijk niet moet eten. Want mijn huid is echt weer heel slecht aan het worden. Oh, echt letterlijk het water loopt me in de mond. Gewoon al het feit dat ik die reep zag liggen. Marco kwam net thuis. Toen hebben we nog even twee gekeken. Maar mijn batterij was leeg. Dus... Ik heb niet meer gefilmd, maar ja, was toch niet heel boeiend. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!